Hallo en welkom bij Pauls Model Trainstaf. De plek waar ik naartoe was zonder treinen was niet Suriname, hoewel ze daar niet veel treinen hebben, alleen wat oud roestig materieel wat weg staat te rotten. Het was IJsland. Ze hebben daar wel ooit een spoorlijn gehad voor de haven en om het een en ander aan te leggen, maar er is niks meer van terug te vinden. Het was een erg lekkere vakantie. Sinds ik terug ben is er weer een beurs in Houten geweest. En daar komt een deel van deze trein vandaan. Nou, de Postbank 1600, die had ik al, is al een keer er langs geweest. Het kleine bakje wat daarachter hangt van Pico is eigenlijk om even mijn baan schoon te maken. Daar zitten wat magneten onder, want ik weet dat er her en der nog wat nietjes liggen. En dat zorgt er ook voor dat het de wagons die erachter hangen iets wat minder makkelijk ontsporen. Want ze wilden nogal makkelijk, nogal graag van de baan af. Waarom weet ik nog niet helemaal. De eerste twee die dadelijk langskomen, waarvan één al in beeld is, zijn de oude NS-wagons. Lima heeft ze ook uitgebracht met de reclamebanen er nog op. Ik heb er ook zelf nog in mogen rijden. En ik kan me wel herinneren dat de deuren erg makkelijk open gingen, ongeacht de snelheid van de trein. Weliswaar iets makkelijker als ze stilstonden. Maar als je net een bus moest halen, was het erg handig om al uit de rijdende trein te springen op het station. Tot groot ongenoegen van eigenlijk iedereen die op die trein zat. Maar goed, dat hebben we allemaal overleefd. Dus dat zijn de eerste twee. En de laatste is een City Nightline wagon. En een stukje verderop staat nog op de plaat een autoslaaptrein. Die hoort er eigenlijk ook bij. Het zal onderdeel worden van de autoslaaptrein die ik half heb, half aan het bouwen ben. De buren zijn nog aan het verbouwen, dus dat kun je er af en toe doorheen horen. Het sein werkt nog niet helemaal lekker, maar ja, daar wordt aan gewerkt. Ik kreeg ook nog de vraag van, joh, hoe laat je nou zo'n trein stoppen bij een sein? En mijn antwoord was, dat doe ik handmatig. Ik ben bezig met het inprogrammeren dat in ieder geval de seinen reageren op waar de trein is op de baan. En als ik mijn treinen helemaal automatisch zou laten rijden, dan zouden ze ook stoppen voor een sein. Om mijn hele baan te automatiseren moet ik weten waar treinen zijn. Daar heb ik mijn eigen gemaakte blokdetectie voor. En het programma wat ik gebruik, JMRI, moet snappen hoe de baan in elkaar zit. En moet weten hoe je van één blok naar het andere gaat. En daar kom ik nog niet helemaal uit. Ik overweeg om eens te gaan kijken naar andere programma's zoals Rockrail of iets dergelijks. Misschien dat ik daarmee makkelijker voor elkaar krijg. Tot zover voor vandaag. Een korte. Volgende keer ga ik verder met ga ik beginnen aan het verbouwen van een Pico 189 locomotief om daar een digikeis kit in te zetten om betere verlichting te krijgen. Tenminste, ik denk dat dat volgende keer is. Misschien dat ik er nog wat anders tussendoor gooi als het heel erg lastig blijkt te zijn. Bedankt voor het kijken en like en subscribe en graag tot een volgende keer.